Welkom in mijn zelfverzonnen studio. Met hier de desk. Er staat vis op. Dat staat waarschijnlijk voor Very Important Speaker. Of is annoying ook met een i? Anyway, we hebben hierboven een lichtbar om alles goed uit te lichten. Rechts van mij, voor de kijkers links, daar hebben we een bank ter grootte van een klein appartement. Achter me, daar hebben we een ouderwetse, jaren 90, showtrap, die er alleen maar stof staat te vangen. En hij komt daadwerkelijk nergens uit. En natuurlijk hebben we hierachter ook een enorm scherm waar ik de hele dag mijn eigen video's op kan spelen. En het mooie hieraan is, deze hele studio heb ik helemaal zelf verzonnen. Hij bestaat niet echt, alleen in mijn fantasie. Maar je ziet het nu wel. Welkom bij de eerste studioaflevering van Stuitert of Breekt Die. Met in deze aflevering de tennisbal. Ik zou natuurlijk een grap kunnen maken over ballen. Maar dan onthoud ik me van. We zijn een andere leeftijden kanaal. Stuitert of breekt hij de tennisbal? Maar eerst, ik heb mijn veiligheidsschoenen aan, oorkappen, veiligheidsbril, je weet het nooit. Stuitert of breekt hij de tennisbal? Het is me nog niet gelukt om hem te breken. Oké, ik heb er twee gaatjes in geboord. Ik heb hem gevuld met water. Laten we kijken, als we hem nou weer een paar dagen laten bevriezen, wat er dan gebeurt. Stuitert of breekt hij? Stuitert of breekt hij? Ook als je hem vol met water laat lopen en je bevriest hem, is hij niet van plan om te breken. Zo, ik denk dat ik nu wel wetenschappelijk heb aangetoond dat tennisballen niet van plan zijn te breken. Misschien is dat ook omdat ze op die manier ontworpen zijn. De wetenschap zal mij hier dankbaar voor zijn. Ik wil nu niet direct zeggen dat ze een standbeeld van mij op de maan moeten zetten, maar voor het geval dat het toch gaat gebeuren, zal ik heel even poseren. Misschien hadden we hem overigens nog wel kunnen breken als we hem nog dieper bevroren hadden. Er komt een punt dan dat je dingen zo diep bevriest dat je dat alle stuiter eruit is. Maar ja, dat is in elk geval niet te doen met de gewone huistuin en schuur spullen. Bij die teleurstelling wou ik aten voor deze aflevering van een niet gebroken tennisbal. Heb jij nou ook iets
wat je graag van enige hoogte naar beneden getiefd wilt zien worden. Laat me even weten. Contact me via de commentaren of zo. Dan komt dat vast wel goed. Houdoe en bedankt.